Mijn naam is Elise Goossens, ik ben docent verpleegkunde en verbonden aan deze opleiding, de opleiding tot praktijkondersteuner. Wat mensen leuk vinden aan het werken als praktijkondersteuner is dat ze in een relatief kleine setting werken. De zorg die ze neerzetten is 1-op-1. En het aardige van de huisartsenzorg is dat het heel dynamisch is, dat er geen dag op elkaar lijkt. En tegelijkertijd heb je structuur van je eigen spreekuur. Dus dat is je houvast. En dat vinden mensen heel prettig. En ik merkte dat ik het ook wel prettig vond om wat meer vaste dagen te werken en 8-uursdiensten. Op deze opleiding, de opleiding tot praktijkondersteuner, leert de cursist vooral de 3 pijlers. Vakinhoudelijke kennis, maatschappelijk handelen en professionele rolontwikkeling. Wat ik sowieso kan nu als praktijkondersteuner, als ik daar dadelijk de opleiding heb afgerond, is sowieso dat ik patiënten meer kan begeleiden en specifieker op de diabeteszorg, op harde vaatziekten en longziekten. De behoefte van de patiënt, dat die vooral vooraan staat. Ja, dat ze ten alle tijde bij ons terecht kunnen voor adviezen, samen kijken hoe we het leven zo comfortabel mogelijk kunnen maken met hun chronische ziekte. De HAN is een van de eerste opleiders tot praktijkondersteuner. En wij maken veel gebruik van gerenommeerde gastdocenten. Dus we gaan met de tijd mee, nieuwe ontwikkelingen nemen we mee en dat werkt goed. Ik vind het vooral prettig dat je heel gericht vragen kunt stellen en dat zij precies weten uit de praktijk welke patiënten dat er daar komen en dat wij soms ook patiënten inbrengen van ja, dit is echt ontzettend lastig en hoe ga ik hiermee om? Ik vind het erg prettig. En wat misschien aardig is om te vertellen, want dat hebben niet alle opleidingen, onze cursisten gaan ook stage lopen. Dat is verplicht. Dus die gaan op een huisartsenpraktijk werken. Dus naast wat wij hier de theorie aanbieden en in werkvormen tonen, is er nog die praktijkbegeleider. Dat vinden ze enorm waardevol en een onmisbare bijdrage in het ontwikkelen van dit beroep. De cursisten die zich inschrijven voor deze opleiding zijn eigenlijk bijna allemaal verpleegkundigen die iets anders willen. Dus we hebben weinig hele jonge cursisten. Vaak zijn ze toch al een aantal jaren werkzaam. Het is op het begin natuurlijk even zoeken tussen werk, privé en de studie. Van hoe kan ik daar het beste een balans in vinden. Maar ik heb hem nu wel gevonden door inderdaad voor mijzelf een vaste dag in te plannen dat ik studeer. En op het werk heb ik een vaste dag dat ik stage loop. En zo heb ik voor mezelf wel gezocht naar een perfecte balans daarin. Maar ik zie dat ze daarin groeien en uiteindelijk vakbekwame professionals worden. Heel leuk om te zien.